aftellen is begonnen. Over 9 maanden wordt Zeeland overspoeld met sporters boven de 50 jaar. De organisatie van de Senior Games verwacht 3500 sporters die in waarschijnlijk 22 takken van sport actief zullen zijn. Vanmiddag werd in het Olympisch Stadion in Amsterdam de aftrap gegeven voor de promotiecampagne van het zesdaagse spektakel. Onder de aanwezigen was ook voormalig Olympisch kampioen Daley Thompson. Gedeputeerde Harry van Waveren kon wegens droeve familieomstandigheden niet komen. Daarom deed provinciesecretaris Wiek Verduld het openingswoord. Zeeland is enorm trots dat de eerste Europese Senior Games volgend jaar september bij ons gaan plaatsvinden. Na Verduld legde wetenschapper Mathieu de Greef uit waarom sporten zo belangrijk is. Vertelde directeur Ton Kienhuis iets over de inhoud en de partners van de Senior Games. En zei voormalig topschaatser Art Schenk waarom hij zo succesvol is geweest. Als je ervan uitgaat dat je zo rond je 14e, 15e jaar een beetje actief gaat trainen en dat je ook bewust gaat trainen, dan staat er 50 jaar trainingservaring voor u. Ik heb heel wat moeten worstelen voor mezelf om uiteindelijk die 10 kilometer te leren. En uiteindelijk ben ik bovengekomen. Succes behaald en dat alles door het bewegen. Toen was het tijd voor Daley Thompson, die tijdens de Spelen van 1980 en 1984 goud greep op de tienkamp. De 50-jarige Brit weet nog niet of hij aan de Senior Games meedoet. Well, I'm just here to promote it. I think for some mistaken reason people think I'm over 50 and that I'm the kind of person that they would like to have at the games. But obviously it would be fantastic to compete in the games because I hear that Zeeland is one of the most beautiful places in Holland. De Senior Games beginnen op 7 september. De afsluiting is op 12 september. Nog 270 dagen te gaan.